Hallo, ik ben Joris Zuidwijk, huizers in Assen. In deze video zal ik je uitleggen welke pijnstillers je kunt gebruiken, hoeveel en welke wel en welke beter niet bij elkaar gebruikt kunnen worden. Oké, okay, misschien heb je pijn of je wil om een andere reden meer over pijnstillers weten. Deze video is bedoeld voor volwassenen met pijn. Voor kinderen met pijn heb ik een aparte video gemaakt. Wat kun je doen aan pijn? als het kan moet je natuurlijk de oorzaak van de pijn weghalen. Dus als je buikpijn hebt omdat je blinde darm ontstoken is, moet je deze laten behandelen. Toch kun je ook alvast de pijn behandelen. Los van de oorzaak van de pijn kun je overwegen pijnstillers te gebruiken. Voor pijnstillers is een stappenplan gemaakt door de WHO, de World Health Organization. Deze wordt ook in Nederland gebruikt, maar is iets aangepast. Stap 1: Paracetamol. Een veilig middel met weinig bijwerking en nauwelijks risico bij normale hoeveelheden. Tabletten zijn meestal 500 milligram. Je kunt er één of twee tegelijk nemen, afhankelijk van de ernst van de pijn en je ervaringen eerder. Per dag mag je maximaal acht tabletten van 500 milligram. Als je geen tabletten kunt slikken of bijvoorbeeld uitbraakt, kun je ook z-pillen nemen in dezelfde dosering. Het duurt vaak iets langer voordat een z-pil effect heeft dan een tablet. Omdat paracetamol veilig is, kun je als je nog pijn hebt de beste dosering eerst tot een maximale hoeveelheid ophogen. Dus vier keer per dag twee tabletten voor je naar de volgende stap gaat. Stap 2. NSAID's. Dit zijn krachtige middelen met verschillende soorten en in verschillende vormen. De meest bekende zijn ibuprofen, diclofenac en naproxen. Zo zijn er van diclofenac en ibuprofen ook tubus gel. Die kun je op pijnlijke spieren of gewrichten smeren en zijn veiliger dan de tabletten. NSAID's kunnen maagklachten geven en sommige geven verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Ook kunnen deze middelen soms nierschade geven. De maagklachten worden overigens veroorzaakt doordat het medicijn in het bloed bij de maag komt en niet door het directe contact van het tablet tegen de maag als je die net geslikt hebt. Je kunt dus ook maagklachten krijgen als je een zetpil zou gebruiken. Dit is de reden dat sommige mensen met maagklachten het advies krijgen om maagzuurremmers te slikken als ze deze pijnstillers gebruiken. NSAID's kunnen ook problemen geven bij andere medicijnen, soms met pesternstige gevolgen. Al met al is dit een reden dat mensen die ouder dan 60 jaar zijn, mensen met maag, darm, hart, vaat en nierproblemen en mensen die andere medicijnen gebruiken, eerst het beste overleggen met de huisarts voordat ze NSAID's gebruiken. Mensen die niet in deze groep vallen en nog te veel pijn hebben na maximaal gebruik van paracetamol kunnen NSAID's gebruiken tegen de pijn. Dit kan met en zonder paracetamol afhankelijk van jouw eigen reactie. Mocht het zo zijn dat je er met paracetamol niet komt en met alleen ibuprofen wel, hoef je er natuurlijk niet ook nog paracetamol bij te slikken. Naproxen heeft het laagste risico op hart- en vaatziekte en het hoogste risico op maag-darmklachten. Diclofenac heeft het hoogste risico op hart- en vaatziekte en het laagste risico op maag-darmklachten. Ibuprofen zit in de middencategorie. Je kiest één type NSAID en kijkt hoe de pijn hierop verbetert. Combineren wordt doorgaans afgeraden. Sommige mensen reageren beter op het ene dan op het andere middel. Je kunt dit dus uitproberen wat voor jou het beste werkt. Doseringen zijn als volgt: naproxen is er in 250 en 500 milligram. Je begint met 2 keer 250 milligram. Indien dit niet genoeg is, kun je dit ophogen tot maximaal 2 keer 500 milligram. 1 keer 250 en 1 keer 500 milligram per dag kan natuurlijk ook. Ibuprofen. Ibuprofen is er in 400 en 600 milligram. Dit kan je nemen tot maximaal 1200 milligram per dag. Soms wordt dit hoger gedoseerd, maar dit gaat in overleg met je arts. Diclofenac. Diclofenac is er in 25, 50, 75 en 100 milligram. Diclofenac kun je gebruiken tot 150 milligram per dag. Dus bijvoorbeeld 3 keer 50 milligram per dag. Stap 3. Als dit niet afdoende is tegen pijn, kun je in overleg met je huisarts besluiten tot het starten van. Tramadol. Dit is een morfine-achtig middel dat minder krachtig is dan morfine. Je kunt het alleen op recept krijgen. Er zijn minder risico's op hart, maag- en nierproblemen dan bij de NSAID's. Dat is de reden dat mensen die NSAID's niet kunnen of mogen gebruiken, soms stap 2 overslaan en direct naar stap 3 gaan: de combinatie van paracetamol met tramadol. Het risico met tramadol is afhankelijkheid of ook wel verslaving. Stap 4: morfine. Kom je er met de bovenstaande middelen niet uit... of kun je ze niet gebruiken door bijvoorbeeld risico's voor maag of nieren... kan je arts je soms morfine voorschrijven. Voorbeelden hiervan zijn morfine, oxycodon, metadon en fentanyl. Deze middelen bestaan in tabletten, drank, neuspray, pleisters, setpillen en injecties. Er zitten dezelfde voor- en nadelen aan als tramadol, maar in alles is het sterker. Dus de werking is sterker, maar ook de bijwerkingen kunnen heftiger zijn. Denk daarbij aan vermoeidheid... Sufheid, misselijkheid en obstipatie. Dat is opstopping. Het laatste is de reden dat eigenlijk ook altijd direct gestart wordt met een laxeermiddel. Er zijn ook nog middelen die bijvoorbeeld gegeven worden specifiek voor migraine of neuropathische pijn. Als er behoefte is aan uitleg over deze middelen, laat het me weten in de comments. Pijnstillers als Paracetamol en NSAID's kun je kopen bij de drogist en apotheek. Het voordeel van de apotheek is dat zij weten welke andere medicijnen je ook gebruikt en of dat gecombineerd kan worden met deze pijnstillers. Tramadol en morfine kun je alleen op recept van de arts krijgen bij de apotheek. Als je op vakantie gaat, heb je voor tramadol en morfine ook een Schengen-verklaring nodig van het ministerie. Dit is belangrijk om te weten, want je moet dit ruim van tevoren vaak meer dan twee weken aanvragen bij het CAK. Ik zet een linkje in de beschrijving beneden. Zo. Een boel te vertellen over pijnstillers. Ik hoop dat je nu alles weet wat je wilt weten. Voor specifieke oorzaken van pijn heb ik ook video's die je kunt bekijken. Tot ziens!